Hey! Niet iedereen heeft ze, maar ik... Nou, ik wil zeggen, ik had ze wel, maar ik was ze. Wat dan? Het irritante zusje. Oh, nee! Ja, ik was er altijd bij, terwijl mijn oudere broer en zus dachten... Ja, ga weg, joh. Ik ben veel te cool voor jou. Ik wil ook gewoon meedoen. Oh, dat was het. Ik wilde ook gewoon meedoen. Nee, maar nu hebben we daar de perfecte oplossing voor. Ja. Ja, of het werkt, moeten we even gaan testen. Ja. En ons testteam is ook af en toe... Het zijn net broers en zussen hier. Dus we gaan zo meteen vragen aan Govert en aan Jochem of zij onze booby trap willen gaan testen. Ja. Want dat gaan we maken. Oké, we hebben hier een kistje met een sleutel. Met daarbij checkpoint muntjes. Ah, we hebben... Komt-ie? Oh, wow! We hebben hier, nou ja, het vieze speel wat erin zit. We hebben een punaise. En een visdraadje, omdat je die altijd zo slecht ziet. De punaise, hou jij hem in het draadje? Knoopje. Het visdraadje zit om de punaise heen. En het punaise, die gaat in het puntje. Kan er dus precies in. Dat is perfect. Ja. Nou, als je klik zegt, zit hij altijd goed vast. Dus het idee is, de punaise, daar zit het visdraadje aan. En dit doe je dan naar iets toe wat open gaat of gaat bewegen. Voordat je bijvoorbeeld de oplader pakt, bijvoorbeeld aan de la. En dan trekken we die, plop, daar, eruit. En dan gaat hij dus spuiten. En hoe we hem gaan laten spuiten is met een tapeje. Ja. Oké, okay, 3, 2, 1. Zo. Oeh, ik hoorde psh. Het tapeje zit helemaal vast. En als de jongens hier tegenaan lopen, dan gaat de punaise eruit en dan schiet er allemaal speel uit. Dan horen wij, ah, en dan weten wij, je zit weer aan mijn make-up. Je zit weer aan de oplader. Ga weg. Ja. En natuurlijk dit doosje. We zeggen, vind de schatkist. Ja. En we verbinden het touwtje vast aan de sleutel. En dan pakken ze de sleutel en denken ze, ja, ik heb hem. Ik kan hem openmaken. En dan begint hij natuurlijk te spuiten. Zullen we hem niet eerst even testen ook? Jawel, we moeten testen. Oké, hier is de trap. Je pakt het sleuteltje en je gaat naar de andere kant om hem open te maken. Oh, hij stopt niet! Hij stopt niet! Oh, nee! 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 Wow, dit is een vet goede booby trap. Hij lukt gewoon! Oh, no! Oh, nee! Voor een ander valt zelf in. Kijk dan, helemaal onder. Niet... Oké, okay, wij gaan even een paar traps ophangen en dan halen we de jongens erbij. De bovenste lijntje, die wordt naar boven gespannen en die plakken we hier op de bovenkant. En deze lijntjes, die zitten verbonden met de booby traps. Dus ik ga een knoopje erin maken zodat het vast is. En dan zijn we klaar. We pakken ze. Oké, de deuren gaan dicht. En dan is het tijd om de jongens te gaan halen. En dan gaan we kijken of onze booby trap gaat lukken. Govert! Jochem! Jullie lijken heel blij. Ja! We hebben echt heel veel voorbereid voor jullie. Ja, als één van jullie deze wedstrijd kan winnen, dan is onze test geslaagd. Wacht even, dus de test is geslaagd als één van ons wint? Ja. Hier ergens ligt een opdracht. Als je die opdracht vindt, dan weet je... Wacht, Govert, even je focus hier. Niet cheaten. Als je die opdracht vindt, dan weet je wat je te doen staat. Jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, go! Ja. Ja. Vind maar... als eerst de schatkist en win. De vind de schatkist. 200 checkpointjes. Ik zie heel veel camera's. Zie je de schatkist? Waar is de schatkist? Is er wel een schatkist? Die zat ook op de deur, want je deed de deur open, maar die zat hier. Die is van mij. Die is van mij. De Jochem is alsnog vet blij. Nou, maar wat is dit? Wat is dit? Je zit helemaal onder terpentine, man. Maar kijk hier. Ja, wat is dit? Roze, blauw, je hele shirt is vernietigd. Heel goed gedaan. We hebben een booby trap gemaakt voor je broertjes en zusjes als je stiekem je spullen pakken. Oh. Dat was onze test en we gingen testen of het lukte. En het is gewoon helemaal gelukt. De booby trap is zeker gelukt. Ja. Maar ik heb wel een prijs. Ja, je moet gewoon niet je make-up zomaar afpakken. Of de oplader van je broer. Ja. Of je moet niet zomaar gewoon geld lenen van je zus. Of dat leuke topje wat je net zelf aan wilde naar dat leuke feestje. Maar ik wilde gewoon een schatkist zoeken. Ja, ja, oké, maar het was een beetje lullig voor jullie. Maar we deden alsof jullie onze broers waren die heel irritant voor spullen gingen. En wij waren dus... Onze test is gewoon geslaagd! Hey! Hey, 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 hey. Dus als jouw broertje of zusje of zusbroer vervelend doet, maak dan deze booby trap. Toch een Gooi je punaise erin. Tape je eromheen, touwtje eraan. Klaar, let's go. Doei!
Van die video's waarbij je kan zien dat er van alles misgaat. Mensen gaan keihard op hun bek. Mensen glijden uit over een banaan. Mensen gaan van de glijbaan af en komen hard op hun rug terecht. Je kent ze allemaal. Van televisie, van online, van social media, whatever. Het zijn video's waarbij mensen pijn lijden en het eigenlijk heel vervelend hebben. Maar stiekem zijn dat de allerleukste video's die je als kijker kan kijken. En in onze zoektocht naar de meeste likes mag ik vandaag een keer proberen om die meeste likes te gaan halen. Ik heb iets bedacht. Ik ga een filmpje maken. Waarbij het lijkt alsof ik echt gigantisch veel pijn ga lijden. Maar net voordat dit moment gaat gebeuren, ga ik ervoor zorgen dat het filmpje op pauze komt te staan. Waardoor iedereen thuis denkt, wat gaat er nou gebeuren? Wat ik hiermee probeer te bereiken is dat ze het filmpje opnieuw gaan aanzetten. Nog een keer gaan afspelen. En daardoor gaan mensen die pose iedere keer opnieuw zien. Gaan ze hem liken. Uiteindelijk eindig ik daarmee gewoon met een foto of het filmpje met de meeste likes. Oké, ik heb afgelopen minuten even goed nagedacht. Ik ga zo meteen met de hoogwerk een bowlingbal aan een heel lang touw vastmaken. Vervolgens ga ik mezelf vastbinden aan een van die rode palen die buiten vaststaan. Ik ga ervoor zorgen dat ik precies ver genoeg sta, maar dan echt op een paar centimeters na, zodat die bowlingbal me net niet gaat raken. Voor nu, aan de slag. Oké, als allereerst, dit wordt de bowlingbal. Die gaat zo meteen keihard richting mijn neus. Dit is het touw. Het belangrijkste is dat we gewoon echt heel goed vastzitten, dat die bowlingbal er dus niet van het touw afkomt. Dit wordt hem weer. Oké, even een nieuw plan bedenken. Het begon met regenen, vervolgens pakte ik de hoogwerker. Maar mijn hoogwerker kwam letterlijk niet verder dan 10 meter uit de loods. Mijn nieuwe plan is om het touw met de bowlingbal vast te maken aan die paal hier zo. En dan gaan we hem gewoon die kant op sweepen. In principe hetzelfde idee. Hopsakee. Nou, de bowlingbal naar boven toe. Kijk, daar gaat hij. De bowlingbal die hangt. Stap 1 is voltooid. Dus als het goed is, als ik hem nu laat gaan, gaat hij niet naar mijn hoofd toe. Dit is doodeng. En om ervoor te zorgen dat ik dus niet naar achter kan, ga ik mezelf helemaal vast tapen met checkpoint lint. Oké, gelukkig. Ik sta precies op de goede positie. De bowlingbal haalt mijn hoofd niet. Nu gaan we het filmpje opnemen en doen alsof het misgaat. Testen hoe hard een bowlingbal aankomt plat tegen je gezicht aan. Ja. Volgens mij is het gewoon gelukt. We hebben het filmpje gemaakt. Even kijken of hij er goed op staat. Ja, super. Ik ben er helemaal tevreden mee. Kijken hoeveel likes je haalt binnen de afgesproken tijd. En dan hopen dat het de meeste zijn en dat we deze competitie gaan winnen. Ik heb mijn telefoon hier. Ik heb de video helemaal paraat in elkaar geëdit. En we gaan hem nu op Instagram zetten. There we go. Uurtje wachten en dan gaan we zien wat we hebben gehaald. En in één keer zijn we bij elkaar, jawel. Ja! Ik ben de allerlaatste die nu gaat opschrijven op het bord hoeveel likes ik heb gehaald. En jawel, ik moet het ook nog gaan ontdekken, mensen. Of ik win, of jij win. Wow! Nee! Ja, nee! Okay. Nee. Ja, je hebt het al verraad. Okay. Nee. Nee. Hoeveel zit je boven de 2000? Nee! Nee! Oh, dat helemaal ben jij! Wow. Ik heb echt genoten. Ik heb eigenlijk bijna geen woorden voor, want het was zo leuk. Nee. We weten nu wat het beste werkt op social media. Dat is namelijk lieve diertjes. Oké, tot de volgende keer. Doei. En liken, hè. Liken. Doei.